Goedemiddag, dames en heren. Goedenavond, ook voor onze participanten uit Nederland. U bent nu aanwezig bij het webinar Presenting the Results of the Crowdsourcing Project Vind Jezelf in SU, VJVS. Ik ben Rita Chinpu, nationale archivaris en uw moderator voor dit webinar. Het webinar wordt door het Nationaal Archief georganiseerd in het kader van de International Archives Week. Op 9 juni 1948 vond de oprichting plaats van de International Council on Archives, ICA. En in 2007 hebben de ICA-leden hun oprichtingsdag eigenlijk gedeclareerd tot hun dag. En op deze dag wordt de archievendag gevierd. De eerste viering vond plaats op 9 juni 2009 en 10 jaar daarna werd een hele week besteed aan de herdenking van archieven. Het thema van de International Archive Week is Empowering Archives, Inclusivity, Collaboration en Transparency. Inclusie. Waarom? Archiefdocumenten worden vaak geschreven door degenen die aan de macht zijn. Maar we kunnen de documenten ook opnieuw bekijken en die stemmen die verloren zijn gegaan ook tevoorschijn halen. En die discussie rond diversity en inclusiviteit brengt ook een gemeenschappelijk belang en ook een bezorgdheid aan het licht om eigenlijk die archiefpraktijk nader te diversificeren en eigenlijk beter in te spelen op de behoeften van de samenleving. En ik merkte zojuist al op, moeten we ook weer kijken naar die inventarissen, die toegangen. En opnieuw om die meerdere perspectieven op te nemen. Voor wat betreft collaboration, we werken ook samen met onze collega in het Caribisch gebied, de Carbica, Nederlandse Antillen, ook uit Nederland. Alleen maar om die ervaringen uit te wisselen en ook wel onze werkzaamheden te professionaliseren. Ik kom dan nu op het project dat wij vandaag willen bespreken, het pilotproject Vind Jezelf in Suriname, VJVS. Dus de resultaten worden uitgewisseld en gepresenteerd, de transcripties van het commissariaat van de inlandse bevolking. Die worden dan ook geanalyseerd door onze collega-historicus Martina Amoksi. Voor vandaag hebben we 4 inleiders die allemaal hun ervaringen zullen delen. Als eerst zullen we hebben Audrey Koenders. Zij is de projectleider van het project Vind Jezelf in Suriname. Daarna hebben we Luwe Jongsma. Hij is dus de trainer van Groningen Archieven. Mevrouw Olga Janash, ze is de vrijwilliger, PJVS vrijwilliger. Daarna hebben we Martina Amoksi. Enkele huishoudelijke mededelingen. Voor de vragen kunt u die plaatsen in de chatbox. En na elke presentatie zullen de inleiders dan die vragen behandelen samen met mij. Verder is het zo dat we deze sessie ook vastleggen. Dit is meer ter informatie voor u, zodat u daarvan bewust bent. Ik wil dus nu starten met het programma. Allereerst wil ik in ons midden verwelkomen Avril Belfond. Zij is de voorzitter van de Caribbean Branch of the International Council on Archives, Carbica. En in het kader van onze samenwerking wil ik haar dus ook het woord geven om ons allen toe te spreken. Thank you, Rita, so much. Goedemiddag to all the participants and the panelists. And thank you all so much for inviting me to say a few words. I will go slowly because I can only go in English and it will not be very long, but I really appreciate this opportunity to share this occasion with you. It is with great pleasure that I join you today to share a few remarks on this presentation of the results of this excellent project. I'm especially pleased to be here as we celebrate World Archives Day, well, the week, this week. The theme, as Rita has mentioned, empowering archives, accountability, collaboration, inclusivity. And this project is certainly in line with all of those aspects of the theme. Find yourself,
find Suriname is an excellent example of how we collaborate, work together to include all members of our community in our archives. The main objective of this project, as I've been told, is to encourage the wider public to make use of the archives, especially the records of the Returned Colonial Archives, and to write Surinamese history from their own perspective, and which is exactly in line with those themes. Firstly, archives empower accountability. They provide citizens with the information that they need to know and demand their rights, to know and understand why decisions have been made, and to participate in the democratic process, and to participate in their own governance. Hence the very important aspect, how important records and archives are. The second aspect, of course, collaboration. And as I said, this is an excellent example of how that has worked. Clearly, this entire project has been a collaborative process with the involvement of the archives in the Netherlands, the Surinamese archives, and of course, your volunteers and the participants on the ground in Suriname. This ensures, having this involvement from so early in the project, it ensures that all stakeholders get their voices heard. They enlist their views and their perspectives throughout the entire process, and it creates goodwill and interest in these records from all of our users. And finally, we come to inclusivity. This is important for all of us in the region because our communities are all very, very diverse. One of the challenges that we have with our records is that they are written from the perspective of the governance, of the government, or the colonial powers. So many voices in our communities are not seen or heard, or appear not to be seen or heard in the archives. And it has become one of our mandates in archives across around the world to ensure that all those voices are heard. It is a testament to that goal that this project selected as a pilot, the records of the commissariat, I hope I'm saying it correctly, of the inland population, which includes the Maroons, the enslaved, and indigenous peoples. So this is an excellent activity to make sure that we include all of those voices in our archive and our records. Additionally, as so many of our records are handwritten or in handwritten script, the software of Transcribus, which I'm sure you will hear a lot more details about as we go along, opens up these documents to a wider group of people, including our young persons. Lastly, as president of CARICA, I note that our members, they come and speak many languages. And so often many of our programs are only in English or in French. And this is a wonderful opportunity for us to have a program in Dutch and to share with our colleagues in the region who this is their first language, so that they can speak for themselves about themselves. So I wish to thank you for inviting me to share these few words. And I wish you a very productive and informative session. Dank u wel. De volgende spreker die nu aan de beurt is, is onze Audrey Hofwijk-Skoenders. Zij zal dus de resultaten van het project Vind Jezelf in Su presenteren. Wie is Audrey Hofwijk-Skoenders precies? Ik zal heel kort iets vertellen over Audrey. Audrey is dus sedert 2003 werkzaam bij het Nationaal Archief of het Ministerie van Binnenlandse Zaken. En vanaf 2019 tot heden is ze onderhoofd NAS. Dus zij is mijn rechterhand, mijn linkerhand en alles van mij. Welke opleiding heeft Audrey allemaal gevolgd? Ze heeft dus de Bachelor of Arts diploma van de Academie voor Hoger Kunst en Cultuur, richting journalistiek. Daarna is ze dus ook coördinator van onze opleiding, documentaire informatieverzorging, sedert 2011. Op dit moment volgt Audrey een opleiding Master of Arts in Archive and Record Management aan de University of the West Indies. En ze moet dit jaar dus nog afronden met haar studie. Verder is Audrey ook docent, part-time docent, sedert kort,
aan de opleiding geschiedenis van het Instituut voor Opleiding van Leraren. Dus een mond vol en het is slechts ja, een korte cv van haar. Nou, Audrey, we luisteren graag naar jouw presentatie. Dank u wel, mevrouw Tienfu. Ik groet aan ieder, alle familieleden, vrienden, collega's en vooral de vrijwilligers. Want zonder jullie inzet zouden we op dit moment niet hier zo zijn. Ik ga nu mijn scherm met u delen. En dan zullen we dus kijken naar enkele van de resultaten van het project. U heeft de introductie al gehoord. Mijn naam is Audrey Hofwijk-Schoenders. En mevrouw Tienfu heeft eigenlijk al het een en ander verteld over mij. Dus ik zal niet te veel aandacht daaraan besteden. De opbouw van mijn presentatie ziet er als volgt uit. Ik zal dus een korte introductie houden over de achtergrond van het project. Daarna zal ik dus praten over de aanpak in Suriname. Daarna kijken we naar de resultaten. We kijken naar de uitdagingen. En we kijken naar de mogelijkheden voor verder onderzoek. Oké. Ik ben op dit moment mijn masterstudie aan het afronden. Maar deze masterstudie heb ik dus kunnen doen omdat in 2018 er een samenwerkingsovereenkomst, oftewel een MOU, is gesloten tussen Nationaal Archief Suriname en Nationaal Archief Nederland. En daar waren dus twee online studiebeurzen ter beschikking, waarvan ik dus eentje in ontvangst mocht nemen. En ik kwam dus in aanmerking voor eentje, om het beter te zeggen. En ik kwam dus samen met een collega inschrijven voor het Master of Arts in Archival and Records Management programma van de UWI, de University of the West Indies. In 2020 was er dus sprake van dat er een talent grant ter beschikking was voor een masterstudent. En ik heb dus een motivatiebrief geschreven en ik kwam dus als eerste student in aanmerking van deze talent grant. En op dit moment doe ik dan ook een bijzonder groet aan Johan van Alba daar die in ons midden is, Tienke Koning. Ik weet niet als ondertussen Charles Jurgens en Eddie de Jonge ook zijn aangeschoven, maar een bijzonder groet aan deze mensen. De talent grant hield in dat ik dus de module dual period / internship aan de Universiteit van Amsterdam kon volgen. En tegelijkertijd dus ook 5 maanden stage zou lopen in de Groningen archieven. De stage die ik heb gelopen was van 3 februari tot en met 30 juni 2020. En de opdracht die ik kreeg van de UvA was dus gekoppeld aan de opdracht die ik heb gekregen van de Groningen Archieven. Mijn begeleider bij de Groningen Archieven was dus Eddie de Jonge en van de Universiteit van Amsterdam was Charles Jurgens. Oké, het begon dus allemaal in de Groningen Archieven. En daar maakte ik dus kennis met het model Groningen. Het model Groningen is dus het uitgangspunt van de Groningen archieven bij de aanpak van hun publieksprojecten. Terwijl ik dus bezig was met het bestuderen van dit model, kwam het dus in me op dat ik dus dit model kon gebruiken als een case study voor de projecten die we in Suriname zouden kunnen initiëren. De eerste opdracht die ik kreeg van mijn begeleider bij de Groningen Archieven was dus om een publieksproject te ontwerpen, gebaseerd op een thema in het Nationaal Archief, om zowel fysiek als online bezoekers aan te trekken. Als ik dan kijk naar fysiek en online bezoekers aantrekken, toen was dus mijn eerste gedachte om te werken met de archieven die in 2017 dus teruggekeerd zijn naar Suriname en dus online ter beschikking zijn.
Ik heb ook nagedacht over de naam van het project, want in Nederland worden de publieksprojecten, of tenminste bij de Groningen Archieven, worden de publieksprojecten uitgevoerd onder de naam Maak Geschiedenis. En ik moest dus ook zo'n naam bedenken voor Suriname. En mijn uitgangspunt, mijn eerste uitgangspunt was van oké, waarvoor komen mensen het meest naar het Nationaal Archief? En dat was, die vraag was makkelijk te beantwoorden. De meeste mensen komen dus voor stamboomonderzoek. Dus men is dus op zoek naar eigen identiteit. En vandaar dat eerste stukje dus vind je zelf. En dat als men dus zo bezig is met identiteit, kan men dus eigenlijk ook heel veel meer te weten over ons eigen land, over Suriname. Dus dat tweede stukje kwam toen daarachter, vind je zelf, vind Su. Het eerste thema is dus inlandse bevolking. Dat is ook, dat was ook een van mijn persoonlijke voorkeuren. En als ik terugkijk naar de online archieven die in aanmerking zouden komen voor dit thema, dan ging het dus om het commissariaat Inlandse Bevolking, waarvan u dus het inventarisnummer daar ziet staan, en de inventaris van het gouvernementssecretarie. Voor het pilotplan, vind je zelf, vind Su, zijn we dus eigenlijk alleen uitgegaan van het commissariaat Inlandse Bevolking. Oké, wat zijn de doelstellingen van het project? De doelstellingen zijn voornamelijk één om bezoekers aan te trekken, zoals aangegeven in de opdracht die ik kreeg van mijn begeleider toen. Andere doelstellingen zijn dus het nader ontsluiten van het archief. De archieven worden, doordat ze worden getranscribeerd, worden ze dus beter leesbaar. Hetgeen betekent dat het archief dan nader wordt ontsloten. En een andere doelstelling is dus de verhalen van de inheemse en de Marons dus zichtbaar maken voor een groter publiek. Oké, wat was de aanpak in Suriname? Het is al bekend bij u dat we dus bezig zijn geweest met een pilotfase. En het plan is dus in Nederland gefabriceerd, om het zo te zeggen. En teruggekomen in Suriname moest het dan uitgevoerd worden. En een van de eerste stappen die we hebben ondernomen is dus intern communiceren. Het plan is dus doorgecommuniceerd aan de hoofden hier zo, de staf van het NAS en daarna aan het personeel. En daarna zijn we dus naar buiten getreden. We zijn naar de media toegestapt. En doordat we naar de media zijn toegestapt, konden we dus eigenlijk een oproep doen aan het publiek. En vandaar dus de term crowdsourcing. Dus dat we met behulp van het publiek dan de archieven nader zouden ontsluiten. Op 13 november 2020 hadden we dus de eerste sessie met onze vrijwilligers. Nadat we in de media zijn getreden, moet ik zeggen dat de animo wel heel groot was onder de mensen. En we hebben in de eerste instantie 40 vrijwilligers mogen registreren, waarvan het grootste deel dus trainingen heeft gevolgd om te leren gaan met transcribers en ook trainingen om te gaan met paleografie. Dat is dus het kunnen lezen van oude handschriften. We hebben informatie geplaatst in Google Drive. Dus voor de personen die zich op hebben gegeven als vrijwilligers, is er dus zo'n bestand aangemaakt in Google Drive. Je ziet hier zo dus een naam bovenin. Als u goed kijkt, ziet u dus de naam Meryl Zeefuik. En u ziet dus twee mappen. U ziet de map met originele documenten en de map met getranscribeerde documenten. Zo zag de map met originele documenten eruit. Ze zijn dus geplaatst voor de vrijwilligers. Deze konden de documenten dus op hun beurt downloaden en daarna weer uploaden om ze te plaatsen in transcribers. Wanneer de documenten getranscribeerd zijn, worden ze dus geplaatst in de map getranscribeerde documenten. En als u kijkt naar deze map, naar de inhoud van deze map, ziet u dus dat mevrouw Zeefuik al eigenlijk aan 5 collecties heeft meegeholpen. Dus collecties, dus de brieven worden dus verdeeld onder de vrijwilligers.
En zolang ze klaar zijn, plaatsen ze het dus in Google Drive. En dat is dus, zo ziet het dus eruit. Men ziet dus die exportjobs vanuit transcribers. Oké, transcribers. We hebben gebruik gemaakt van de gratis versie van transcribers. En transcribers, wat doet transcribers eigenlijk? Ik ga niet te veel over transcribers vertellen, want dat zal Lieve straks doen. Maar transcribers kan dus getraind worden om handgeschreven historische documenten te ontcijferen. Met transcribers kan je dus automatische transcripties maken. En je kan dus ook keyword spotting doen. Maar keyword spotting, dat hebben wij dus nog niet gedaan bij dit project. Oké. Ook in Suriname hebben onze vrijwilligers gewerkt met het HTML-model IJsberg. Omdat dit model is dus het best geschikt voor Nederlandse handgeschreven teksten. Er zijn ook andere HTML-modellen die gebruikt zouden kunnen worden, maar onze ervaring is ook dat IJsberg de kleinste foutmarge heeft wanneer we dat gebruiken. Oké. Voor de pilotfase zijn we uitgegaan van 2 inventarisnummers. We hebben dus gewerkt met inventarisnummer 7 en het jaartal was de 1838. Als men gewoon op de website kijkt, gaat men 568 scans zien. Maar de scans die dus beschreven zijn, die zijn dus 305. En die 305 scans zijn dus onderverdeeld onder de vrijwilligers. En ik denk dat elke participant toen ongeveer 28 brieven had om te kunnen transcriberen, om automatisch te laten transcriberen door transcribers. We zijn begonnen met het laten transcriberen van het alfabetische register. Later bleek dat niet heel goed te werken. En ik ben heel dankbaar voor de hulp die we hebben gehad van de Groningen archieven. Met name in de persoon van Leo Jongsma, maar ook vooral in de persoon van Jona van Keulen. Omdat zij ons ook geattendeerd heeft op bepaalde zaken. En het was in het begin dus heel moeilijk om het alfabetische register goed te laten transcriberen. Maar uiteindelijk is het dan toch wel gelukt, want als u links ziet, kijkt u naar een afdruk van de originele scan. En daarnaast ziet u dus een transcriptie. En vermeldenswaard is dat het alfabetische register op naam of op datum doorzoekbaar is. Oké, we komen nu naar het moment waarop u eigenlijk al lang wacht. Dit is dus de resultaten van het project. Ik kan eigenlijk niet zeggen de resultaten, want niet alle resultaten worden hier gepresenteerd, maar dit zijn enkele van de bevindingen. Als ik deze inventarisnummers even moet screenen, dan moet ik wel zeggen dat we voorlopig nog niet veel informatie hebben gevonden over de inheemsen. We hebben dit soort pasjes, zoals u daar op de slide ziet. Links ziet u dus het pasje, zoals het in het register is. En het is niet zo mooi. Het is echt het is een van de dwarsliggende stukken. Daarover zal ik straks meer vertellen. Maar de inhoud gaat dus over de Indianen die van een bepaald gebied kwamen met vermelding van hun naam en het gebied waaruit ze kwamen. Ik vond bepaalde van die namen een beetje grappig. Ik zie hier zo bijvoorbeeld de Indiaan Meester John. En deze kwam dus van boven Suriname. En dan zie je hier de Indiaan Pieter. En zo heb je dus verschillende van dit soort pasjes van de Indianen. Maar dit is eigenlijk echt, dit zijn echt voorlopig de enige stukken die we hebben aangetroffen over de inheemsen. In de archieven van het Commissariaat Inlandse Bevolking, de archieven die wij hebben laten transcriberen, komen dus vormen van verzet tegen. Als je kijkt naar dat stukje dat geel gehighlight is, is dat ze, daar staat dus dat ze geen pinden mochten ter verkoop naar Paramaribo voeren. Zo heb ik naar hun lieden gevisiteerd.
te hebben bevonden dat zij die de pinnen te verkoop bij zich hadden. Ik heb de pinda gearresteerd. Ik vond dat een grappige zin. De pinda is gearresteerd. Maar als u deze brief dus helemaal zou lezen, dan ziet u dat er dus eigenlijk enkele vormen van verzet voorkomen. En dan verzet, dat moet u dus zien in de achtergrond van de vredescontracten die gesloten zijn met de verschillende stammen. Dit is ook van de brieven waarbij blijkt dat de mensen dus meer spullen bij zich hadden dan toegestaan of meer spullen bij zich hadden dan aangegeven op hun pas. Het gaat hier zo om 5 Samarkaners. Naast dus vormen van verzet, er zijn er heel wat hoor. Het zijn echt heel interessante brieven, heel interessante stukken kom je tegen. En enkele andere stukken zijn dus aanvragen voor logeren in Paramaribo, waarbij hier zo'n mevrouw Saratje Soesman verzoekt dat bijvoorbeeld de Okana Neger, en daar ziet hij de namen hier onderin staan. Op het origineel ziet hij de namen Abraham, Kwame, Amimba en Kwasiba. En dat is dus, als u rechts kijkt, ziet u dan hoe wij dat hebben getranscribeerd. Toch dus er zijn ook heel veel van dit soort aanvragen voor logeren. En terwijl we aan het transcriberen waren, of tenminste in het overleggen in de redactiemeetings, komen natuurlijk ook bepaalde vragen in ons op. Was het wel logeren zoals we dat kennen in de zin van nu? Toch? Maar het is wat duidelijk is dat men wel toestemming had nodig had om naar Paramaribo te komen. En men moest dus ook wel een verblijfplaats hebben. Dus ik denk dat deze aanvragen in dat lichtpunt moeten worden gezien. We lezen ook over onderlinge relaties met de Marons, tussen de Marons en de posthouders. En ik ga niet alles lezen van deze brief. Deze brief is dus van posthouders Gachtrup. En als u dat gehighlighte gedeelte met me meeleest, dan leest u dat deze posthouder, dus hij schrijft over hoe ziek hij is geweest en dat hij bijna is gestorven. En dankzij het groot opperhoofd die heel goed voor me heeft gezorgd, is dat niet gebeurd. Toch? Dus dat zijn dus echt van de dingen die in elk geval op mij, die wel indruk op mij hebben gemaakt. Oké, het tweede inventarisnummer dat gescand is en waarmee onze vrijwilligers eigenlijk nog niet helemaal klaar zijn, dat is dus het brievenboek van de heer David Mendes. Vermeldenswaard is dat de brieven die u daarnet heeft gezien, dat ze 90% van de brieven dus gericht zijn aan 90% van de brieven zijn gericht aan de heer Van David Mendes. En als u dus zo dat brievenboek doorneemt, zult u dus de concepten zien van de antwoorden die hij dus gestuurd heeft voor de bijleggers en de posthouders. Het kan dus makkelijk gevolgd worden. En deze scan is dus eigenlijk uit ook uit het brievenboek. En Ik heb u net verteld over de 5 Samarkaners die dus aangehouden waren omdat ze meer spullen bij zich hadden dan toegestaan. Dit is dus het antwoord op deze brief. En hier zo staat dus dat Van David Mendes geeft dus aan. Ik heb hen allen in het binnenfort gegooid. Dit is de ergste straf voor een bosneger. En het tersluiks aangekochte kruid wordt geconfugeerd. En hij geeft ze dan aan dat wanneer ze terugkomen, dat ze dan niet meer gestraft hoeven te worden. En om nog meer het belang aan te geven van dit brievenboek, hier ziet u dus 2 antwoorden op 2 brieven. Eentje met als onderwerp Aket, gedoopt Nathaniel. En de ander die van de tot slaaf gemaakte man, of niet, de Maronman Basi. En in de originele brief staat dan geschreven dat hij dus vergoed moest worden voor zijn spullen. Maar die vergoeding die hij verwacht heeft hij niet gehad. En in plaats daarvan nam hij een hond en andere spullen mee van de persoon die hem moest betalen, om het zo te zeggen. Oké, dit inventarisnummer is niet door de grote groep vrijwilligers getranscribeerd. Het is door iemand getranscribeerd die eigenlijk gewoon een passie had voor transcribers en echt een beetje aan de slag wilde gaan en wilde experimenteren. En dit wilde ik dus u dus
niet onthouden, omdat het dus heel interessante informatie heeft. Het gaat dus om stukken betreffende geschenken die aan de verschillende stammen zijn uitgereikt. Hier ziet u dus de scan, terwijl het in transcribus is gegooid. U ziet rechts, links ziet u dus het origineel en rechts ziet u dus wat transcribus ervan zou maken. Hier zo ook. Hier ziet u links hetgeen in transcribus is en rechts ziet u dus een kopie van het origineel. En dit is wat dit is dus het effect ervan na transcriptie. Ik vind het persoonlijk een heel mooi overzicht. En men kan dus nagaan de namen der opperhoofden, de namen der dorpen, welke spullen de stammen allemaal hebben gekregen, hoeveel van bepaalde spullen, kapiteinsrokken, ronde hoeden, jachtgeweren, vaatjes kruid, noem maar op. Dus persoonlijk vind ik dit ook een heel mooi stuk. Oké, welke zijn de uitdagingen waarmee we geconfronteerd zijn geworden? Ik heb het zo net al gehad over dwarsliggende briefjes. In het begin was het dus een beetje lastig voor de vrijwilligers, omdat er een heleboel van die dwarsliggende briefjes, ik zal straks een foto daarvan wijzen, zijn aangetroffen. En het gaat dus ook om verschillende handschriften, omdat verschillende mensen hebben geschreven naar het commissariaat Inlandse Bevolking. En de ene schreef netter dan de ander, dus dat was ook wel een uitdaging. En tot nu toe, nadat de documenten getranscribeerd zijn en ze ondanks ze door de redactie behandeld zijn, zijn er toch nog woorden die we niet hebben kunnen ontcijferen. Links ziet u dus zo'n scan waarbij dus twee van die dwarsliggende. Eén is een kleine, dan heb je iets groter en dan pas heb je dus het origineel document. En rechts ziet u dus ook zo'n dwarsliggend briefje, maar dan ziet u hier onderin met vier bijlagen, denk ik. En om dit via transcribers te transcriberen, daar moet je toch wel een beetje bedreven in zijn om dat te kunnen doen. Welke zijn de verdere onderzoeksmogelijkheden? Er zijn onderzoeksmogelijkheden op archivistisch niveau, omdat er dus nader toegangen gemaakt kunnen worden. Er zijn dus mogelijkheden voor Surinaamse geschiedschrijving, het taggen van namen, plaatsen, etc. Men kan dus eigenlijk, omdat de documenten in Word en in PDF worden geëxporteerd, zijn ze dus bijna 100% doorzoekbaar. Dat is dus echt wel een hulp. En er kunnen ook relaties gelegd worden, er kunnen koppelingen gemaakt worden met andere databases. Voor de mensen die dus niet geïnteresseerd zijn in bijvoorbeeld Indianen en Marant, die kunnen dus ook aan de archieven raadplegen. Ik zie dus inventaris nummer 25a, die gaat over registratie van slaven. Je ziet dus dat er ook lijsten zijn van gouvernementsslaven. Die ziet u hier zo, naamlijst van de gouvernementsslaven. Het is ongedateerd. En hierbovenin ziet u dus zo'n document bestaat uit de nummercontrole, de namen van de tot slaaf gemaakte. Men geeft dus aan als het een tot slaaf gemaakte is die kan werken of misschien niet zo goed kan werken, ingeschikt tot arbeid en hoe deze persoon dus eigendom is geworden van het gouvernement. Al deze informatie kan dus gelinkt worden aan het project waarmee Koen van Galen en Universiteit van Amsterdam, dus Radboud Universiteit en Universiteit van Suriname. Omdat zij dus bezig zijn met het project slavenregisters en zij volgen dus de levensloop van de tot slaaf gemaakte mensen. En ik denk dat deze informatie dus ook wel van toegevoegde waarde zal zijn voor dat project. Uit de voorlopige evaluatie blijkt dat het project VJVS heeft voldaan voor 80% van de, van de respondenten, heeft het dus wel voldaan aan de verwachtingen. En dat was het dat ik met u wilde delen en we kunnen nu overgaan tot vragen. Ik dank u voor uw aandacht.
Ik zie dat er een vraag is hieronder. En die vraag het heeft te maken met of je specifieker in wil gaan wat de rol van de vrijwilliger is bij het gebruik van het programma Transcribus. Kan je dat even toelichten? Wat ja. doet de vrijwilliger precies? Onze vrijwilligers hebben dus gewerkt aan een layout-analyse. Ik denk dat, misschien, dat het misschien ook meegenomen wordt door Lieve Straats. Maar onze vrijwilligers hebben dus een layout-analyse gemaakt van de documenten. En daarna hebben ze dus de documenten getranscribeerd en gecorrigeerd. En enkele van de vrijwilligers hebben naast het transcriberen, hebben ze dus ook redactiewerkzaamheden gedaan. Dus geholpen met het corrigeren, kijken als woordjes goed zijn gecorrigeerd, et cetera. Dat was dus de rol van onze vrijwilligers. Dankjewel, Audrey. Ik denk dat Lieuwe straks ook verder daarop in zal gaan. Er is nog een andere vraag van Sima. Zijn er ook immigratieprojecten voor vrijwilligers? We zijn gestart met een pilotproject voor het commissariaat van de inlandse bevolking. En natuurlijk blijft het niet bij, daar, bij dat archief. Er komen dus ook nog andere projecten die wij natuurlijk met behulp van vrijwilligers zullen transcriberen. Er is een andere vraag, een terugkoppeling naar Transcribus van de correctie. Kan je dat beantwoorden, Audrey? Ja, dus wanneer de brieven zijn door de redactiemeeting zijn gegaan, we hebben aangegeven welke correcties gedaan moeten worden. De persoon die verantwoordelijk is voor zo'n collectie, dus die de collectie heeft geüpload in Transcribus, die gaat dan de correcties aanbrengen. En vervolgens wordt de gecorrigeerde versie dan weer voor ons gemaild of in de folder geplaatst voor getranscribeerde documenten. Ik hoop dat ik uw vraag goed heb beantwoord. Oké, dankjewel Audrey. Nog een vraag van Pieter Bol. Dag Pieter. Wanneer en hoe komen de getranscribeerde resultaten beschikbaar voor het publiek? De resultaten, we moeten even kijken omdat we nog bezig zijn met onze website. Maar na de pilot gaan we dus even goed evalueren. En na de evaluatie zal dus de beslissing genomen worden hoe de resultaten het best gepresenteerd kunnen worden aan het publiek. En dan denk ik in deze aan ons informatiesysteem. Dat is dan voorlopig voor de mensen die dus in het archief zullen werken. En wanneer de gelegenheid zich voordoet om voor onze website, dan zullen we dan de resultaten dan ook met het grote publiek delen via onze website. Dankjewel. Ik zie dat er geen andere vragen meer zijn. Maar voor degenen die het niet weten, waarover gaat het archief van het Commissariaat voor de Inlandse Bevolking? Het archief bevat correspondentie van de commissie en van andere ambtenaren, voornamelijk pashouders. En namens het gouvernement onderhielden zij dus contact met de inlandse bevolking van Suriname. Wie waren die inlandse bevolking? Die waren dus tot slaafgemaakten, de Bosnegers en de Indianen, inheemsen nu. Verder bevat het archief ook wel manumissiebrieven en ook archiefpassen. So het is echt heel interessant. Ik merk hier nog even dat er een vraag is. Wanneer is dit archief beschikbaar? Het archief zelf is al online. De inventaris en ook de documenten zijn digitaal te raadplegen op de website van het Nationaal Archief Suriname, maar ook op de website van het NAN. Ik heb trouwens Audrey gezegd, een jonge onderzoeker kijkt naar dit archief met zoveel bundels en oudgeschreven handschrift. En die zal het dan echt wel saai en niet interessant vinden. Maar met Transcribus merken we hoe, hoeveel informatie verscholen ligt in
dit archief. Dus het is echt wel een boost voor de historici hier en andere geïnteresseerden. Oké, dankjewel Huub. Ik wil nu dan dit gedeelte afsluiten en overgaan tot de presentatie van Liewe Jongsma. Wie is Liewe Jongsma precies? Liewe die werkt als publieksadviseur en collectiebeheerder bij de Groninger Archieven. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van de Groningse betrokkenheid bij transatlantische slavernij. En daarnaast houdt hij zich onder andere bezig met het toegankelijk maken van bronnen met behulp van transcribus. En het is ook wel Liewe die oneindig geduld heeft met onze vrijwilligers en ook het personeel hier van het Nationaal Archief bij de verschillende trainingen transcribus. Dankjewel, Liewe. En we luisteren nu vol aandacht naar je presentatie. Ja, dankjewel, mevrouw Chinfu. En bedankt dat ik deel mocht nemen aan deze presentatie. En ook deel mocht nemen aan dit project en daar nu wat over mag vertellen. Toen Audrey in Groningen bij de Groningen Archieven stage liep, toen deelden wij een kantoor. En destijds hebben we het ook wel eens gehad over transcribus. Daar was ik toen net mee bezig. En zo is het eigenlijk gekomen, denk ik, dat we nu deze samenwerking zijn aangegaan. Ik wil vooral eigenlijk laten zien, concreet, wat transcribus nou is. En daarvoor ga ik mijn scherm delen. Ik heb geen PowerPoint-presentatie, maar ik laat transcribus zelf gewoon even zien. Nou, dit is transcribus. En ik besef dat de tekst wat klein is. Ik verwacht ook niet dat u allemaal kunt meelezen. Maar ik wil eigenlijk in grote lijnen even laten zien en uitleggen hoe de vrijwilligers hiermee hebben gewerkt. Transcribus is inderdaad software waarmee je door middel van kunstmatige intelligentie oude tekst kunt transcriberen. Maar het is niet magisch. Het doet het niet allemaal voor je. Dus je hebt nog wel echt vrijwilligers nodig om bepaalde stappen te doen. Het is eigenlijk een werktuig waarmee je gewoon veel meer oude tekst kunt verwerken. Ik heb hier transcribus geopend. Je ziet hier een teksten. Wat je dan moet doen met die teksten is als eerste een layout-analyse doen. De computer die heeft eigenlijk al heel veel kunstmatige intelligentie in zich, waardoor eigenlijk automatisch je kunt zien wat regels zijn, wat woorden zijn, hoe een tekst in elkaar zit. Ik ga nu even live zo'n layout-analyse doen. Dit gebeurt niet lokaal op mijn computer, maar dit gebeurt op een grote supercomputer die in Innsbruck staat. Transcribus is ontwikkeld bij de Universiteit van Innsbruck. En alle rekenkracht die staat er ook. Dus je teksten die staan ook online op de server daar. En dit wordt nu live daar geanalyseerd. Nou, één pagina is hier best snel mee klaar. Ik krijg nu weer terug uit Innsbruck het resultaat. En dan zie je hier dat hij de tekst heeft onderverdeeld in regels. Nou, deze tekst ziet hij voor het eerst, maar hij doet het hartstikke goed. Van begin tot eind heeft hij de hele analyse van de tekst goed gemaakt. Hij doet het niet altijd zo goed hoor. Er zitten ook wel eens foutjes in. Dus dat is de eerste taak van de vrijwilligers, is het corrigeren van die layout-analyse. Want voor de volgende stap is het heel belangrijk dat dit 100% correct is. Nou, als die layout-analyse dan helemaal correct is, dan is de volgende stap dat vrijwilligers hem gaan automatisch gaan transcriberen. Als je een tekst automatisch transcribeert, dat kan ik meteen wel even laten zien. Ik open even een nieuwe tekst. Kijk, deze tekst heeft ook al een layout-analyse gehad. Hieronder in beeld zijn nu lege regels. Die corresponderen met deze regels hier. Daar willen we nu een automatische transcriptie in krijgen. Nou, voor die automatische transcriptie heb je allerlei modellen. Audrey heeft het net gehad over het model IJsberg. Dat is een model ontwikkeld door het Nationaal Archief. Wij hebben in Groningen ook een aantal modellen zelf ontwikkeld die goed passen bij onze tekst. Daar kom ik ook straks even terug op een vraag die we net kregen, want je zou natuurlijk ook Surinaamse modellen kunnen ontwikkelen. En dat zou misschien een volgende stap zijn voor het NAS. Maar goed, ik ga met een Gronings model dat gemaakt is voor de vroege 18e eeuw, ga ik dit automatisch transcriberen. Nu is het weer opnieuw naar Innsbruck gestuurd en nu is die grote supercomputer aan het kijken naar alle vormpjes die hier in die regels heeft staan en wat voor letters dat zouden kunnen zijn. Maar het bijzondere aan transcribus is dat hij niet alleen maar kijkt naar de individuele letters. Je hebt van oudsher heb je al een techniek die heet OCR, Optical Character Recognition. Dat wordt heel veel gebruikt voor gedrukte tekst. En die kijkt naar individuele tekens en die gok dan, is wat voor letter is dit? Maar wat transcribus doet, is die kijkt naar de hele context en die kan dan, die is
wat dat betreft echt intelligent, die kan raden dat er voor een zelfstandig naamwoord vaak een lidwoord staat en wat voor woorden dat zijn. En die kan echt de tekst een beetje lezen wat dat betreft. Nou, dit is het automatische resultaat. En nou, dan zie je dat er vrij veel, als je, ik weet niet, waarschijnlijk kun je niet lezen. Het is, laten we zeggen, 80% goed in dit geval. Dat betekent dat deze tekst, hoewel die het aardig kan lezen, nog niet helemaal optimaal is. Of dit model is niet optimaal voor deze tekst. Nou, daar liepen we ook vaak tegenaan bij de Surinaamse teksten. Dat is onder andere omdat hij bijvoorbeeld dat Nederlandse model kende, heel veel Surinaamse namen helemaal niet zo goed. De plaatsnamen, persoonsnamen. Nou, dat zou een voordeel zijn van het maken van een Surinaams model. Dan worden dat soort woorden veel beter herkend. Nou, wat dus een volgende stap zou kunnen zijn, is dat al die correcties die nu zijn gemaakt in Transcribus, dat daarvan een nieuw model wordt getraind. De computer die gaat dan kijken naar een hele set met teksten waarvan die weet, daar gaat hij dan vanuit, dat zeg je hem, dit is goed gedaan, doe dit na. En dan leert hij het op dezelfde manier te transcriberen. En dan krijg je dus op den duur, je krijgt een soort feedback loop, je krijgt steeds een beter model, waardoor je weer minder hoeft te corrigeren, waardoor ook je snelheid van transcriberen toeneemt. En nou, op die manier kun je dus hele grote hoeveelheden tekst transcriberen. Dit zijn dus al de meest voor de hand liggende voordelen van Transcribus. Nou, nu één ding nog over de versie van Transcribus die we hebben gebruikt. Dat is de gratis versie. Dat is natuurlijk heel aantrekkelijk, want we konden daardoor ook heel snel handelen. Het is trouwens een enorme snelheid geweest, vind ik, waarmee het NAS heeft gehandeld. Want in wezen loopt het NAS nu voor op de Groningen archieven. Hè? Jullie hebben al een publieksproject min of meer afgerond hiermee en wij nog niet. Dus dat vind ik ontzettend knap. Wat ik nog knapper vind, is dat die gratis versie eigenlijk wat ingewikkelder is om mee te werken dan een betaalde versie. Iedereen moet dan werken in dit heet de expert module. En er zitten heel veel knopjes in en dat is best intimiderend. Maar daar hebben al die vrijwilligers toch heel knap mee leren werken. Maar goed, er zitten dus ook allerlei functies in die voor onderzoekers ook heel interessant zijn. En daar wil ik nog iets van laten zien. Daarvoor open ik even een andere collectie. Dat is even kijken. Deze, het requestboek. Een aantal boeken of delen uit onze collectie hebben we al volledig getranscribeerd in Transcribus. En dan kun je er ook in zoeken. Er zit een hele mooie zoekfunctie in. En het mooie van die zoekfunctie is dat hij niet zoekt naar exacte woorden. Als u historisch onderzoek doet, dan bent u vast wel bekend met dat er veel spellingsvariatie vroeger was. En dat je daardoor niet helemaal goed de dingen vindt die je zoekt. Nou, Transcribus heeft dus een functie die heet Fuzzy Search. Die ga ik nu even aanzetten. Als ik in dit boek, dit is een boek waarin verzoekschriften aan de stad Groningen staan uit de begin 18e eeuw. Als ik bijvoorbeeld zoek op Suriname, gaan we kijken op wat we vinden in Groningen over Suriname. Nu is hij het hele document aan het doorzoeken. En nou, daar heb ik een aantal resultaten. En het mooie is dat hij dan ook meteen een klein voorbeeldje laat zien, dat ik meteen kan controleren, staat er inderdaad Suriname? Hier zie je al spellingsvariatie Suriname met AE, en toch vindt hij het. Nou, dit zijn dus allemaal stukken tekst over Suriname. Nou, ik kan me voorstellen dat voor de bezoekers van het NAS, hè, die graag genealogisch onderzoek willen doen, dat dit ideaal is. Al die boeken waar misschien een voorouder in staan, zijn straks met één druk van de knop te doorzoeken op namen van voorouders. Nou, dat is natuurlijk een van de grootste voordelen hiervan. Dan nog iets over hoe Transcribus teksten toegankelijk kan maken. Daar ga ik even een ander scherm met u delen. Dat is dit scherm. Ik heb hier een PDF-bestand geopend. En dit is een transcriptie gemaakt. Dit bestand is met Transcribus bewerkt, waardoor het een digitale tekstlaag heeft. U kunt zien, ik kan tekst selecteren. Dus op die manier kan ik erin zoeken. En daarnaast is er ook een gewoon platte tekstbestand bijgevoegd. Nou, een groot voordeel van Transcribus is dat het de opmaak van het originele bestand behoudt. Dus stel dat je hele ingewikkelde teksten hebt met veel kolommen of tabellen of dat soort dingen, dan blijven woorden staan op de plek waar ze in de oorspronkelijke plek staan. Kijk, u ziet hier bijvoorbeeld een lijst, nou ja, met een bijzondere opmaak en die komt hier vrijwel gelijk terug. Nou, dat is ook nog een groot voordeel van Transcribus, waarmee je oude teksten heel goed toegankelijk maakt.
Ik wil ook nog even noemen dat ik veel heb samengewerkt met Xavierio van Kalle van NAS. En die heeft heel snel geleerd hoe transcribes werkt. Dankzij hem is het eigenlijk, denk ik, een geslaagd project geweest. Want het is een vrij steile leercurve. Je kunt er dus heel veel mee, maar het is wel een programma dat je even echt moet leren. Ik denk dat ik daarmee een eerste presentatie, een soort indruk heb gegeven wat je met transcribes kan. Zijn er nog vragen over? Misschien kan ik daar nog specifiek op ingaan. Ja, dankjewel Luo voor je presentatie. Er zijn twee vragen. Eén is van, meneer Huub van Helfort. En hij vraagt dus de doop, trouw en begraafboeken van de RK-kerk een model moet hebben dat Latijn kan transcriberen. Goede vraag. Ja, omdat Latijn een andere taal is, is het wel het beste als je dan een model hebt dat tweetalig is. Nu is ons model, bijvoorbeeld het Gronings model, is op zekere hoogte tweetalig, omdat in het Gronings, Nederlands in die tijd, kwam heel veel Latijn voor, hè, nomine uxoris en dat soort uitdrukkingen die Latijn zijn. Maar als er echt hele lappen Latijnse tekst in staan, dan kan het helpen om voor te borduren op een al bestaand model Latijn. Dat is ook een voordeel van transcribers. Je kunt een bestaand model nemen. Het Groningse model bijvoorbeeld is gebaseerd op dat ijsbergmodel van het Nationaal Archief. Nou, zo kun je ook een Latijns model integreren. Dus dat is dan wel wijs dat je het model tweetalig maakt, als het ware. Goed, er zijn nog enkele vragen hier, Leo. Het is van meneer Grot. Wat moet hij doen om van deze werkwijze gebruik te maken? En mevrouw Spier vraagt ook nog, wie geven de cursussen? Tot nog toe heeft Luwe dus onze vrijwilligers getraind. Maar ik ben ervan overtuigd dat Shafiro van Kallen, dat is onze IT-medewerker, die training ook zou kunnen verzorgen voor belangstellenden. Misschien kunnen we achteraf de namen gewoon noteren. Dat kan in een aparte mail van personen die geïnteresseerd zijn om een transcriberstraining te volgen. Dat kan door onze medewerker wel verzorgd worden. Natuurlijk met ondersteuning van Leo. Een andere vraag hier. Is een model een soort woordenboek? Kan je daarop antwoord geven, Leo? Model is meer dan een woordenboek. Het is echt kunstmatige intelligentie. Dus het is meer een vaardigheid. Dus dat jullie Nederlands spreken, dat is meer dan dat jullie alleen het woordenboek Nederlands kennen. Jullie kennen ook grammatica en hebben begrip voor die Nederlandse taal. Snappen dat een woord op de ene plek iets anders betekent dan op de andere plek. Nou ja, en dat is een beetje wat zo'n model is. Dat hij de taal leert begrijpen, dus dat hij daarom een beetje kan raden wat ergens zou moeten staan. Ik hoor allerlei rare geluiden daarom. Dus Martina, daar heeft de microfoon aanstaan. Oh, oké. En dan zijn er nog twee vragen hier. Zijn er verschillende schrijfstijlen? Bijvoorbeeld documenten van 16e en 19e eeuw. En hoe gaat transcribus daarmee om? Daarvoor moet je eigenlijk aparte modellen maken. Tenminste, dat is één manier. Ik heb een apart model voor 16e eeuwse documenten, 17e eeuwse documenten, 18e eeuwse documenten. Omdat het gewoon heel verschillend wordt geschreven in die tijden. In theorie zou je ook een soort universeel model kunnen maken door hem gewoon heel veel verschillende teksten te laten zien. Maar over het algemeen werkt dat niet zo goed. En dat is ook omdat als je echt heel oud schrift leest, dan lijkt het ook bijna alsof je een andere taal leest dan wanneer je schrift uit de 19e eeuw leest. Dus in principe maak je daar aparte modellen voor. Oké, dank je. De training kan natuurlijk in Nederland gevolgd worden. Want in Nederland is er ook een platform, vele handen. Ik denk dat het via dat platform ook trainingen verzorgd kunnen worden. En welke kwaliteiten moet je hebben als vrijwilliger? Ik bedoel, je moet behendig zijn met een PC. Ik denk dat dat het enige is. Kan je aanvullen, Lieve? Geduld, want alles is niet in één keer duidelijk. En laat je niet intimideren door de PC, want het is uiteindelijk minder ingewikkeld dan het lijkt. Maar er zijn heel veel knopjes en je moet gewoon weten wanneer je welk knopje moet negeren. Dus dat denk ik. Geduld en het hoofd koel houden. Er is nog een andere vraag hier. Hoe lang duurt het voordat je transcribus kan leren?
de basis, een middag. Ja. Dus alleen de layout-analyse doen, de layout-analyse corrigeren en automatische transcriptie doen is een paar uur. En dan ben je daar echt wel behendig in. En dat is eigenlijk ook alles wat je nodig hebt om het als een soort basisonderzoekstoel te gebruiken. Je kunt zelf al in de studiezaal op het NAS kun je foto's nemen van stukken, bijvoorbeeld als ze niet gescand zijn, toevallig. Of stel je hebt stukken thuis liggen, daar kun je foto's van nemen. En die zou je al kunnen invoeren, bij wijze van spreken. En dat kun je dan ook al transcriberen op die manier. Dus de basis is snel gedaan. Maar ik leer ook eigenlijk steeds nog nieuwe dingen, want het is een heel uitgebreid programma. En je kunt er ontzettend veel verschillende dingen mee doen. Goed, ik zie nog een aantal vragen daar. De vragen worden genoteerd en die zullen dan beantwoord worden. Ik zie dat Suenhoffen, dat is de laatste vraag hier. Zijn er nog geen automatische modellen voor tabellen, Duur? Jawel, maar het probleem met het ding met tabellen is dat transcribers er niet altijd goed mee omgaat, maar er zijn nu wel grote ontwikkelingen gaande op dat gebied. Dus echt harde tabellen ben ik nog aan het vermijden totdat die nieuwe ontwikkelingen zijn geïmplementeerd. Je hebt namelijk bij boeken met tabellen erin wel eens dat ze over een vak heen gaan. Of dat er schuin iets in geschreven is. En dan komt dat net niet lekker uit in de transcriptie. En wat je eigenlijk wil met tabellen is dat je de output ook meteen in bijvoorbeeld Excel zou kunnen importeren. Nou, daarvoor heb je gewoon nog wat kunstmatige intelligentie nodig die dan snapt dat de tekst in een vak hoort in het vak waar die tekst is begonnen en niet ook in dat vak waar die toevallig eindigt. Nou ja, dat soort dingen, daar zijn ze hard mee bezig en ik verwacht dat binnen het komende half jaar daar wel nieuwe ontwikkelingen op zijn en dat tabellen dan veel mooier kunnen worden getranscribeerd. Nog één laatste vraag die ik wil behandelen. Er is een vraag van Mark Jacobs uit Nederlandse Antillen, denk ik. Zijn er behalve transcribers ook andere programma's? Zeker. Er is hier in Groningen een programma ontwikkeld. Dat heet Monk, geloof ik. En er zijn ook nog wel andere programma's. Maar transcribers is wel echt het dominante programma aan het worden. En dat is omdat het het makkelijkst in gebruik is. En op het moment ook de meeste features heeft. En het wordt ook gewoon heel breed al omarmd en ondersteund. Er zijn wereldwijd ontzettend veel archieven en bibliotheken mee bezig. Dus daardoor is die ontwikkeling van transcribers sneller dan die van de concurrenten. Oké, dankjewel Liewe voor jouw presentatie. Dat was heel helder. Voor de geïnteresseerden die toch wel een transcribers training willen volgen, die kunnen dus een mail sturen naar het Nationaal Archief en dan kunnen we, zodra we een groepje hebben, weer een training transcribers organiseren. Want het is heel interessant. Er gaat een nieuwe wereld voor je open aan informatie en wat je allemaal kan blootleggen. Dus dat is echt wel het is een grote vooruitgang. Dankjewel. We gaan nu naar de volgende inleider. Dat is Olga Janasch. Zij zal haar ervaringen delen met ons als vrijwilliger. Maar alvorens we haar aan het woord laten, wil ik toch wel een video met jullie delen. Goeiedag, mijn naam is Jules Velkamp. Ik ben 59 jaar, ik ben optometrist en ik woon sinds 6 jaar weer in Suriname. Ik heb de oproep voor het NAS gezien op Facebook en ik dacht, het lijkt me wel leuk om meer van Suriname te weten, omdat ik heel lang weg geweest ben en mijn sociale contacten minimaal zijn. Dus ik hoopte ook leuke mensen te ontmoeten en iets te betekenen voor Suriname. Het transcriberen is eigenlijk goed ingeleid door de deskundigen. Ik ben er blij mee. Iedereen helpt elkaar. Zo dragen we toch een steentje bij om iets na te laten voor de mensen uit Suriname. Hi iedereen. Mijn naam is Deborah Kruder. Ik ben 25 jaar en ik ben momenteel als vrijwilliger verbonden aan het Excellence-project. De reden waarom ik heb gekozen om vrijwilliger te worden, ik heb altijd
interesse gehad in geschiedenis in het verleden. Ik heb daarom jaren geleden de keuze gemaakt om iets in die richting te studeren. En dat was archeologie. Ik heb mijn bachelorstudie archeologie in China gedaan. Waar de laatste focus niet lag op Surinaamse geschiedenis en archeologie. Het Vind Jezelf Vindt project vond ik een goede kans om eigenlijk meer te leren over mijn eigen land en ook om mijn interesse in Surinaamse geschiedenis terug te vinden. Het mogen lezen van oude brieven die eeuwen oud zijn, was soms wel een rare ervaring, maar tegelijk ik hoop dat dit project veel meer mensen aantrekt, omdat het iets is dat nodig is, iets dat wij aandacht aan moeten besteden. Omdat wij als Surinamers nog niet genoeg weten over ons eigen land en over onze geschiedenis. En wij zouden ons wel moeten verdiepen om eigenlijk een beter beeld te krijgen over wie wij eigenlijk zijn als Surinamers. Ik hoop sowieso om verbonden te blijven aan dit project als vrijwilliger. En ik hoop voor het beste. Ja, goeiedag. Ik ben Henna Vreugd. Ik ben in Suriname. Ik woon in Suriname. Ik werk in Suriname. En ik ben ook een van de vrijwilligers die meedoet aan dit project. Een heel mooi project eigenlijk van de Vind Jezelf Vindt Suur. We zijn bezig een oude geschrift te transcriberen. En het is heel leuk en interessant. Mijn belangstelling hiervoor werd eigenlijk gewekt sinds dat van de slavenregisters, waarbij we dat ook dat moesten transcriberen. En het is me zo goed bevallen eigenlijk dat toen de oproep kwam voor dit project, ik gelijk ja gezegd heb. Ik heb me gelijk opgegeven. Je kwam zoveel tegen. Geen leuke dingen, maar toch wel wetenswaardige dingen. En om te zien hoe de mensen toen leefden. Ik kijk eigenlijk uit naar een vervolgtraject, waarbij ik ook wel heel veel belangstelling heb voor de slavenregisters, de leefomstandigheden van de slaafgemaakten toen. En ik zou zeker ook van de partij zijn als zo'n project aan dit. Het is een collage van enkele vrijwilligers van het Vind Jezelf, Vind Su project. Ik hoop dat het wel allemaal goed te horen was. Indien niet, dan kunnen we dat filmpje ook nog delen op onze YouTube-channel. Voor nu geef ik het woord aan Olga Janash. Wie is Olga Janash? Na VWO met een Surinaamse beurs aan de Bibliotheek en de Documentatieacademie in Tilburg gestudeerd te hebben, heeft ze in 1982 het diploma Bibliothecaris Documentalis behaald. Vanaf 1982 tot 1988 is ze dus in dienst van het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen en wel bij de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, afdeling Bibliotheek. Vanaf 1988 tot 2020 werkzaam bij Staatsoliemaatschappij Suriname en verantwoordelijk voor het opzetten en beheren van de bibliotheek en het speciaal archief. Later kwam daar ook de organisatie van het Monstermagazijn bij. Nu nog is ze bestuurslid van de Stichting Nationale Database Suriname. En natuurlijk is ze nu ook vrijwilliger van het VJVS-project. Zo, dankjewel. En Olga, je bent nu aan het woord. Dankjewel, Rita. Goedemiddag, goedenavond. Iedereen die meedoet aan deze conferentie, webinar. U heeft net de korte presentatie gezien van een aantal vrijwilligers en ook de presentatie van Audrey en Liewe. Dus wat zij hebben gezegd ga ik niet herhalen. Maar van mij werd gevraagd om mijn ervaring in het project eigenlijk live met jullie te delen. Dus ik heb geen presentatie gemaakt, ik ga het gewoon vertellen. Ik heb over het project gelezen in een dagblad, namelijk De Waardetijd. En toen ik het artikel las,
is mijn interesse direct gewekt. Ik heb me daarna geregistreerd. Maar waarom heb ik me opgegeven? Net als wat Rita al zei, ik ben gaan studeren in Nederland. Maar op de middelbare school was mijn interesse al gewekt voor geschiedenis. Maar het was niet mijn intentie om geschiedenis te gaan studeren. Na mijn studie in Nederland, want als je buiten Suriname bent, heb je ook weer een andere kijk op je eigen land. En werd mijn interesse voor mijn eigen land ook groter. Toen ik terugkwam in 1982, heb ik me dus geconcentreerd eigenlijk op mijn werk. Maar vanuit mijn professionele achtergrond als bibliothecaris, documentalist, nu dus gepensioneerd, waarin je dan ook hebt geleerd hoe belangrijk het is om informatie toegankelijk te maken en terug te kunnen vinden voor het grote publiek. Daardoor is me dus mijn interesse gewekt voor het project. En tijdens mijn opleiding heb ik ook het vak geleerd, heb ik ook een vak gehad over manuscripten, het ontstaan van het boek en het schrift. En daar sprak die docent ook heel vol vuur over al die oude manuscripten, alle handschriften, zoals het handschrift is ontstaan. En ik dacht, doen aan dit project wil ik ook deelnemen. Het leek me leuk om dan die oude handschriften te ontcijferen. En verder vond ik het ook belangrijk om de informatie die in de archieven zijn, vooral bij het NAS, om die te ontsluiten en toegankelijk te maken voor het grote publiek. Men kan dan ook zijn eigen geschiedenis beter begrijpen. Na de registratie voor het project zijn er een aantal sessies geweest. De informatiesessies van het NAS zelf, dat was in oktober 2020. Daar werd uitvoerig uitleg gegeven door Audrey wat het project allemaal zou inhouden. En dat maakte mijn interesse nog groter. Ik heb me toen gezegd, ja, ik doe zeker mee. Toen volgde de training transcribers door Liwe. Eerst is door de ICT van NAS transcribers geïnstalleerd op mijn laptop. Ik durfde het niet alleen te doen. Dus ik heb gevraagd als ik naar het NAS toe kon gaan. Dat kon. Xaverio heeft me daar goed geholpen om het te installeren. En heeft ook uitgelegd hoe ik het op mijn eigen computer kon doen. Want mijn PC heeft een groter scherm. Dus het is makkelijker te werken dan op je kleine laptop. De training die Liwe heeft verzorgd was heel duidelijk. Het heeft 2 sessies verzorgd. Ze waren heel duidelijk en tijdens de training denk je, oh, het is makkelijk, het lukt wel. Maar na de eerste keer zelf in transcribers te gaan werken, zag ik even door de bomen het bos niet meer. Maar net wat Liwe zei, je moet geduld hebben en dan komt het wel goed. En net zoals Audrey ook al zei, met de registers was heel moeilijk werken. Het was een ware ramp voor mij om die registers te kunnen ontcijferen. En toen is het idee ontstaan vanuit Jona om de brieven te gaan ontcijferen. En dat is veel interessanter dan de registers. Als je de brieven eerst doet en daarna de registers, denk ik dat het ook veel makkelijker is. Na de training transcribers kregen we een training paleografie van Jona van Keulen. En dat was ook heel verhelderend. En zij heeft ook heel makkelijk uitgelegd hoe je de oude handschriften moest ontcijferen. En wat ik daarvan echt goed heb onthouden is als je de teksten gaat lezen, de oude handschriften, moet je eerst beginnen bij de letters. En van de letters ga je naar de woorden en van de woorden ga je naar de tekst. En vanuit de tekst krijg je dan het heel verhaal. Zij heeft ook vanuit de sessie aanbevelingen gedaan hoe we als groep samen kunnen werken. En Audrey heeft toen vanuit het NAS heeft ze dus een WhatsApp-groep aangemaakt voor de vrijwilligers, waarin we af en toe elkaar ook wat kunnen vragen. Je kan ook persoonlijk naar een andere vrijwilliger een vraag sturen als je het niet in de groep zelf wil zetten. Dat is dan ook wel heel makkelijk. Verder waren er nog infosessies van Xaverio zelf vanuit het NAS, hoe we moesten werken met Google Drive. En hij heeft ons ook een hulpsessie transcribers gegeven, hoe we Audrey alwees en Liebe, hoe je de kleine stukjes, die katabelletjes in die grote brieven makkelijk zou kunnen transcriberen. Want dat was in het begin ook een beetje problematisch voor ons als vrijwilligers.
dat is Javero dus heel goed uitgelegd. En al die sessies zijn dus opgenomen. Ik heb ze voor mezelf bewaard en gedownload. Dus als ik vastzit, ga ik altijd weer even terug naar die opgenomen sessies om te kijken. Oh ja, dit stukje moet ik weer even goed beluisteren. En dan bekijken in transcribus. Mijn ervaring met transcribus is dat het... Het is soms een beetje lastig, maar dat komt natuurlijk door de internetsnelheid, omdat pagina's heel langzaam worden opgeladen en ook weer langzaam terug worden gelezen voor jou. Maar dat lukt wel. Het vraagt natuurlijk veel geduld. Maar het is inderdaad geen moeilijk programma, zoals Liwa het aangeeft. En bij elke transcriptie leer je wat anders weer uit de applicatie. Zie je wat de applicatie allemaal kan. En eigenlijk het fijne van transcribus is dat het eigenlijk de teksten onthoudt en voor je ontcijfert. En jij moet dan gewoon de tekst doornemen en vergelijken met die originele brief. De eerste brief heeft wat langer geduurd, maar naarmate je transcribus leert kennen, ga je eigenlijk gewoon achter elkaar door. Je wil eigenlijk niet stoppen. Op een gegeven moment moest mijn echtgenoot me op een avond vragen van... Sta je nog op van achter die computer? Want het is zo interessant wat je ook allemaal leest, wat je allemaal tegenkomt in die brieven, dat je eigenlijk niet wil stoppen. Het is eigenlijk een verhaal dat je niet kent. Het komt niet voor in de geschiedenisboeken. Het is gewoon het dagelijkse leven zoals het daar gebeurde op de plantages. En dat is allemaal heel interessant. En omdat ik weet niet, maar doordat ik zo bezig ben geweest en elke keer mijn brieven opstuurde, uploaden in Google Drive voor het NAS, is me toen ook gevraagd als ik wil deelnemen in de redactie van die brieven. Dat is ook weer een hele ervaring. Ik denk, hoe in een redactie zitten, hoe zal dat werken? Want ja, ik heb nog nooit in een redactie gezeten, maar met een aantal vrijwilligers... zit ik dan samen in de redactie, samen met Audrey, dus van het NAS. En dan worden dan de brieven van één persoon, we hebben afspraken gemaakt om het in een Zoom-meeting te behandelen. De redactie is in twee groepen verdeeld en die groep vrijwilligers, hun brieven worden eerst in de groep bekeken, per persoon. En er is een afspraak gemaakt wanneer je aan de beurt bent, de brieven worden dan doorgenomen. Als er fouten in de brieven zijn, wordt het eerst in je eigen groep besproken. En die worden dan aangebracht. En in de officiële redactiemeeting van de zaterdag meestal, worden dan de knelpunten besproken. En net wat Audrey zei, dan heb je natuurlijk ook woorden die je nooit meer, die je niet kan ontcijferen. Daar bleef altijd twijfel over staan. Maar door discussie komen we er wel uit. En het leuke hiervan is, doordat ik in de redactie zit en eigenlijk allerlei brieven tegenkom, dan kan je op een bepaald moment kan je dan een lijn vormen in die briefwisselingen. En je herkent dan ook vaak al een handschrift. Als je een handschrift ziet, kan je al wel weten van, oh, het is van die posthouder of van die persoon, omdat iedereen zijn eigen handschrift had. Is eigenlijk het einde van mijn verhaal, mijn ervaring zoals ik, mijn ervaring die ik met jullie wil delen. Maar ik hoop dat het NAS dus na dit proefproject verder gaat met het toegankelijk maken van de archieven. En er zijn nog een heleboel archieven als je op de website van het NAS gaat. Denk ik van alle archieven zouden we wel moeten ontcijferen, maar het zijn een heleboel. Maar ik denk dat we gewoon deze eerst helemaal af moeten maken, dat het een compleet verhaal is. En daarna met een ander archief kunnen beginnen of als er meerdere projecten kunnen worden uitgezet door het NAS, wat zij aan kunnen, dat ze dan gewoon met andere beginnen. Maar mijn aanbeveling is gewoon eerst één helemaal volledig afmaken voor je met de andere begint. Dat is wat ik wilde delen met jullie vandaag, Rita. Dat was mijn verhaal. Ik weet niet of er vragen zijn. Ja, dankjewel, Olga. Jouw verhaal was heel helder en ook heel duidelijk. Het belang eigenlijk van het ontsluiten of het transcriberen van dit archief. En je merkte zelf ook op die verhalen die eigenlijk allemaal tevoorschijn komen. In het oudschrift zie je dat niet, omdat
Ja, het is niet aantrekkelijk om al die oude handschriften te ontcijferen. Maar via transcribus kan je dat wel doen. Dus de vrijwilligers, nu als verantwoordelijke van het Nationaal Archief, wil ik alle vrijwilligers hierbij dankzeggen. Want zonder hun inzet en geduld vooral en doorzettingsvermogen zouden we dit resultaat niet kunnen realiseren. En net wat je zegt, we kunnen meerdere archieven ook wel laten transcriberen. Maar laten we eerst het archief van het commissariaat van de inlandse bevolking afronden en daarna de andere archieven ook laten transcriberen. En natuurlijk hebben we ook veel meer vrijwilligers nodig. Ja? Er zijn zoveel mensen die toch wel iets willen doen in hun vrije tijd. Dus dit is een mooie gelegenheid om iets nuttigs te doen en ook een bijdrage te leveren aan het ontsluiten van de Surinaamse geschiedenis. En ik merk steeds weer dat vooral studenten die de archieven willen raadplegen, eigenlijk na 1-2 bezoeken het opgeven, omdat ze de archieven niet echt kunnen ontcijferen, lezen of begrijpen. Studenten van de geschiedenisopleiding op de universiteit en EOL, die willen graag ook hun werkstukken schrijven, willen ook onderzoek doen. Wij doen steeds het oproep, laten we onze eigen geschiedenis schrijven. Maar hoe gaan we dit niet doen als de archieven niet te lezen zijn of men het niet kan begrijpen? Dus dank je wel, alle vrijwilligers. Behalve Olga zijn er nog een aantal vrijwilligers die nu ook meeluisteren. En natuurlijk de projectcoördinator, de lady herself, mevrouw Audrey Hofbeek-Skoenders. En niet te vergeten Shafiro van Kallen en onze collega's van de Groninger archieven, Luwe Jongsma. En natuurlijk kunnen we Jona van Keulen niet vergeten, want zij heeft dus ook de trainingen verzorgd. Goed, ik wil dan nu naar onze laatste spreker. Ik wil haar eerst introduceren. Martina Amoksi. Martina Amoksi is dus historica. Ze heeft dus de studie geschiedenis gevolgd op het Instituut voor de Opleiding van Leraren. Daarna heeft ze haar masterstudie afgerond op de Universiteit van Amsterdam. In 2009 heeft ze een boek geschreven over Maronvrouwen in Paramaribo, een historische analyse van de invloed van of de gevolgen van urbanisatie op Maronvrouwen in Suriname. En dat is uitgegeven door Nienzee. Het is ook onderdeel van de Amrit-series. Tegenwoordig werkt ze dus als manager bij de Stichting voor Logistiek Onderwijs of Technisch Onderwijs. Ze is ook werkzaam op de Anton de Kom Universiteit van Suriname als docent aan de geschiedenisopleiding aan de faculteit Humaniora. Maar ze is ook nog niet klaar. Ze is een bezige vrouw. Verder is ze nog bezig haar PhD onderzoek te schrijven die ze doet aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En haar onderzoek gaat voornamelijk om het maken van een analyse van de invloed van Suralco op de Maron samenleving in Suriname vanaf 1922 tot 1992. We hebben Martina dus daarom gevraagd om deze documenten te analyseren. Zijn ze wel relevant voor haar onderzoek, voor haar specifiek onderzoek, maar voor geschiedenis in het bijzonder. Dankjewel. Martina, jij bent nu aan de beurt. Wat ik vandaag met jullie wil delen, is dus het belang eigenlijk van het archief. En de vraag, kunnen de onderzoekers met de resultaten werken? En verder, wat is de toegevoegde waarde van de documenten voor de onderzoekers? Ja, zowel Audrey als Rita hebben aangegeven eigenlijk het belang van het archief. Ja, als je onderzoek wil doen naar de inlandse bevolking, en dan hebben we het over de tot slaaf gemaakte, de Marons en de inheemse of Indianen, dan heb je dit archief zeker nodig.
moet je het zeker raadplegen. Dus afhankelijk van het onderwerp, waarnaar jouw belangstelling uitgaat, kan je stukken gebruiken voor je onderzoek. Mijn belangstelling gaat bijvoorbeeld uit naar de marrons. Daar doe ik onderzoek naar voor mijn proefschrift met als thesis dus de stad kwam naar het binnenland. Een analyse van de invloed van een multinationaal bedrijf op marrongemeenschap in Suriname. Heb ik het archief van de inlandse bevolking dus gebruikt. En die heeft mij inzicht gegeven in de ontwikkeling en het leven van de marrons in de gebieden waarover mijn onderzoek gaat. Als je verder kijkt naar dit archief, dan zijn er dus stukken die iets te maken hebben met de vredesbepalingen. En er waren bepaalde artikelen in het verdrag met de Djukas als zowel met de Samaka, waarmee de marrons moeite hadden. Ik kijk dan bijvoorbeeld naar artikel 2. Artikel 2 luidt: vrij blijven wonen, 10 uren afstand, geen verhuizing zonder toestemming, mogelijkheid tot houthakken. Ten aanzien van dit artikel werd er een passensysteem ingesteld. Dus als de marrons buiten hun woongebied wilden gaan, moesten ze een pas hebben met opgave van de reden waarom men het nodig had. Hierbij kan je merken dat de marrons zich niet altijd hielden aan de regels. Er is zelfs sprake van passief verzet, zoals blijkt uit de brief van bijlegger J.C. Tijl van 16 november 1838. Ik ga deze brief met jullie delen. Dit is een reispas. Zo zag het eruit. Brief van bijlegger J.C. Hij geeft aan dat vanaf de officiële instructie binnenkwam hij altijd waakzaam is geweest over het dagelijks heen en weer gaan van de Djukas of Okaners. Zijn bevindingen waren dat de meeste van hen naar Matapika en Walapa Creek gingen en wel naar plantage Rijsvoort. Maar het gedrag van een neger genaamd Bosu Aparie vond hij verregaand, brutaal en er was sprake van plichtsverzuim. Hij voerde richting Paramaribo op zonder zich aan te melden voor pas. Tijl zag dit toevallig vanuit zijn woonkamer en riep hem enkele keren na. Bosu gaf wel antwoord, maar Tijl verstond hem niet. Hij stapte samen met de gids C. Eustatius, dus Tijl, in een koryaal en zette de achtervolging in. Bosu was echter te snel. Bij een ander dorp, nabij Koopmanskree, dat is een zijkreek van de Kotika rivier, waren toevallig Kwaku en Kwame bezig te werken. Ze namen die mee ter ondersteuning en na 45 minuten lukte het hen Bosu in te halen. Deze weigerde om terug te gaan met hen en vertelde dat zijn moeder ernstig ziek was en dat hij naar haar toe ging. Tijl had geen wapens bij zich en kon dus niet goed optreden. Bosu begon ook te huilen en om vergiffenis te smeken. Hij kreeg toestemming naar Paramaribo te vertrekken onder voorwaarde dat hij zich zou aanmelden bij de heer Van David Mendes. Hieruit blijkt dus dat Bosu de regels kende, maar besloten had om zich er niet aan te houden. We zien ook brieven die te maken hebben met het ontduiken van de regels door namen van dorpen aan te geven bij het vragen naar passen die gemakkelijk passen kunnen krijgen, terwijl diegene zelf niet van die dorpen zijn. Dat zien we bijvoorbeeld in een brief van 2 december 1838. In een brief van 6 januari 1838 zien we bijvoorbeeld een brief waarin wordt aangegeven dat de marrons meer spullen meenamen dan in hun passen was vermeld. In een andere brief van 28 januari 1838 lezen we dat de straf op deze overtredingen was dat men een jaar lang geen pas mocht aanvragen om naar Paramaribo te gaan. Een ander aspect is dat de marrons om producten vroegen
die ze nodig hadden bij bepaalde gelegenheden. In een brief van 3 juni 1838 die presentatie zit vast, Martina. Het samenke groot op haar hoofd, Abraham. Je internet connectie. Mevrouw Tjenfo, hoort u me nu? Ja, we horen, we horen. Ze komt even naar je toe. We horen je. Je kan doorgaan. Oké. Okay. Dus in een brief van 3 juni 1838 vroeg het Samaka groot opperhoofd Abraham om aan hem enkele artikelen te geven. Onder andere, en hij had die artikelen nodig omdat hij poebaka van bloedverwanten die een maand tevoren waren over de wereld. Een kistje kaarsen, salampuris, maka, platie, zoete olie, 6 dozen kruid, 12 flessen madeira wijn, 12 flessen rode wijn en noem maar op. Ook voor eigen om een vatzout die ons nu niet meer bekend zijn. Maar wat ik hiermee wil aangeven, is dat het interessant is om na te gaan als deze spullen nog gebruikt worden bij poebaka, bij de Marons. Maar ook rijst de vraag van, was het poebaka of een ander ritueel? Want poebaka doe je niet een maand na het overlijden van een persoon, maar 6 maanden of een jaar daarna. Aan de andere kant zouden wij ons kunnen afvragen of de periode van poebaka na de dood van de persoon in de 19e eeuw wel zo kort was en in de loop der eeuwen langer is geworden. Het is dus allemaal een onderzoek waard, mensen, en heel interessant. Op de vraag wat de toegevoegde waarde is van de documenten, wil ik zeggen. Wat we ons moeten zien, dat geschreven zijn door witte mensen met een westerse bril op. Maar hoewel deze bronnen westers gekleurd zijn, bieden ze nuttige informatie over de inlandse bevolking. Over deze periode zijn er geen wetenschappelijke werken over deze mensen beschikbaar. Belangrijk is dat we bij bestuderen van deze bronnen moeten proberen om vanuit een Surinaamse visie of in een breder kader, een derde wereldvisie, en naar te kijken. Wanneer we dan dat doen, dan zullen er andere zaken aan het licht komen. Dus afhankelijk van welke blik je ernaar kijkt, kan het een ander licht werpen op de gebeurtenissen die in het verleden hebben plaatsgevonden en hoe de voorouders van het zij, de tot slaafgemaakten die op de plantages waren, de inheemsen of de Marons die in het verre binnenland woonden en op de een of andere manier moesten zien stand te houden tegen een koloniale overheid die hen in feite liever ten onder zak gaan, zodat ze makkelijker handelbaar zouden zijn in het proces van uitbuiting en onderdrukking. Die was toen was ingezet. Dank u. Dank je wel, Martina, voor je heldere uitleg en je heldere presentatie. Ik zie dat je PowerPoint nog steeds gedeeld wordt. Martina, ben je er nog? Ik zie je haast niet. Kan je
video weer laten zien. Zijn er vragen voor Martina? Ik zie dat er geen vragen zijn. Maar wat ik Martina zelf zou willen vragen is, vind je dat die getranscribeerde documenten ook wel... Ja, daar ben je weer, Martina. Ja, dankjewel voor je presentatie. Dat was echt wel heel interessant. Maar die getranscribeerde documenten, zijn ze van enige nut voor jouw PhD-onderzoek nu? Heb je nieuwe inzichten? Jawel. Nieuwe inzichten, ja. Op welke manier? Kijk, bijvoorbeeld, er zijn bepaalde issues, hè, waarmee je dan geconfronteerd wordt. Het passensysteem, hoe ze het proberen te ontduiken. De relatie tussen eigenlijk de posthouder en de Marons. Maar ook bijvoorbeeld het artikel 3 van het Vredesverdrag. Dat handelt over het uitleveren van tot slaafgemaakten die van de plantage zijn weggelopen. En dus die Marons. Want nadat de vrede gesloten was, dan was dat een van die bepalingen. En dan kan je ook zien hoe die groepen hebben gereageerd. Ik lees bijvoorbeeld in een van die brieven dat de Saramakaners dus een aantal hoofden, ja, het is een beetje eng, maar een aantal hoofden hadden gebracht. Ze waren afgereisd in 5 korealen en ze moesten dus betaling krijgen. En degene bij wie ze waren om die hoofden af te leveren, die wilde dus niet het volle bedrag betalen. In het verdrag staat 10 tot 50 gulden. En uit die brief concludeer ik dat tenminste 8 gulden betaald kon worden. Maar degene die moest betalen, die wilde maar 3,50 betalen. En dat zorgde dus voor problemen. Dus zo zijn er bepaalde zaken die aan het licht komen, waarvan je dus als historici dus eigenlijk geen weet van hebt. Oké, dankjewel Martina. Dus via transcribus zijn die verhalen dus nu ook wel tevoorschijn gehaald. Ja, toch? Helemaal. En ik ben heel blij. Ik ben heel blij ermee. De vrijwilligers en wij ook zijn heel blij om dat te horen. Dat we toch wel een bijdrage kunnen leveren aan de geschiedschrijving. Er is een heel interessante vraag hier van meneer Mike Jacobs. En hij vraagt, als je bijvoorbeeld zelf zou schrijven, hoe zou de archiefteksten eruit zien als ze geschreven zouden zijn door onderdrukte? Hoe zouden de archieven eruit zien? Heel interessante vraag. Martina, je kan alle kanten mee op nu. Ja, je kan alle kanten mee op. Hoe zouden die, dus als ik vanuit het standpunt van de onderdrukte die archieven zouden schrijven, dan zou ik bijvoorbeeld... Kijk, in eerste instantie kan je bepaalde dingen eruit laten. Bepaalde dingen kan je eruit laten en je kan bepaalde dingen ook verdraaien. Dus het hangt eigenlijk van af wat voor belang, hoe wil jij de nalatenschap hebben. Zo ga je die archieven schrijven. Je gaat een archief schrijven zodat men jou positief herinnert. Wat jij zelf fout hebt gedaan, ga je zelden op papier zetten. Meestal probeer je zo positief mogelijk over te komen. Zo zie ik het. Ja, dus degene die eigenlijk de archieven vormt, die hebben eigenlijk de macht over dat perspectief dat ze eigenlijk naar willen achterlaten. Dat klopt helemaal. Dus... En je merkt het ook, onderdrukten zouden dus ook wel, ja, ik zal zeggen, hun negatieve zijde van het verhaal ook niet
willen presenteren, willen vastleggen in archieven. Dus hoe bekijk je van, dat kan je van twee zijden bekijken. Hè? Het wordt een heel lange discussie. Het is echt een heel lange discussie als we daarop uitgebreid in willen gaan. Mevrouw Groot vraagt hier, bestaat de mogelijkheid om vergelijkend onderzoek te doen met onder andere Jamaica? Ik weet dat je ook contacten hebt met het Caribisch gebied. Kan je hierop reageren? Ja, het is mogelijk. Kijk, in de tijd in 2015, terwijl ik bezig ben met mijn onderzoek, dus dan kreeg ik een bericht vanuit de VS, waarbij iemand me vroeg van of ik, hij is bezig met onderzoek naar de Jamaicaanse, de Marons in Jamaica, of ik met hem wil samenwerken. Hij is toen afgereisd, hij is hier gekomen. Meneer Robert Cornell, heet hij. En we zijn zelf naar een aantal dorpen gegaan en hebben dus samen verteld over Jamaica. En zo kon ik bij bepaalde paragrafen van mijn vergelijking maken tussen Jamaica en Suriname. Dus het kan wel. Oké, nog een laatste vraag, Martina. Mogen we jouw PhD-thesis tegemoet zien? Want het is echt heel interessant. Ik ben eigenlijk in de afrondende fase. We zullen het aan God overlaten wanneer het precies afgerond wordt. Maar ik ben wel in de afrondende fase. Oké, veel succes ermee. En ik hoop dus ook dat de getranscribeerde brieven toch ook wel jouw andere inzichten hebben kunnen bieden. Toch voor je PhD-thesis. Zo, dames en heren, we zijn aan het eind gekomen van ons webinar. U heeft kunnen luisteren naar de presentatie van onze Audrey Hofbeck-Skoenders, de projectleider van project VJVS, ook naar onze vrijwilliger, naar de trainer, naar de historicus. Allemaal hebben met hun eigen bril gekeken naar dit project. En als nationale archivaris wil ik zeggen, dit is nog een heel klein project. Het is niet te vergelijken met de grote projecten die men in Nederland of elders doet. Maar dit klein project heeft ons zodanig gestimuleerd, want de verhalen die naar buiten zijn gekomen, heeft ons als nationale archief gestimuleerd om verder te gaan met dit project. Ik zal Audrey straks nog vragen om te reageren hierop. Maar het heeft ons ook de ogen geopend over die schat aan informatie die ons archief te bieden heeft. We zeggen continu, we willen onze geschiedenis herschrijven. We willen vanuit ons eigen perspectief de geschiedenis ook wel presenteren. En Martina is nu al bezig. Je wil een andere perspectief, maar daarmee moeten we ook nog voorzichtig zijn. Het heeft allemaal te maken met subjectiviteit, objectief, wat is neutraal. Dat zijn allemaal vraagstukken die binnen de archivistiek en de historie verschillende meningen daarover bestaan. Voordat ik afsluit, wil ik Audrey nog het woord geven. Audrey, graag jouw woord. Ja. Ik wil alvast ieder bedanken voor jullie aanwezigheid hier vandaag. Het project VJVS heeft eigenlijk voor mij ook heel veel deuren geopend. In de zin van dat ik heel veel te weten ben gekomen over de geschiedenis, over hoe het leven in het binnenland was. Het was echt heel leerrijk voor mij. En eigenlijk zit ik nu echt te kijken van, oké, hoe gaan we verder? Dus het stijf is opgericht om dit, of tenminste de pilot, zo gauw mogelijk goed af te ronden. En dan weer outreach te doen naar buiten om mensen dus te interesseren
om zich op te geven als vrijwilliger voor het project. En dan kunnen we dus ook verder kijken hoe we het verder aanpakken. Als er bijvoorbeeld misschien toch nog een tweede thema komt, als we crowdsourcing gaan doen voor foto's. Dat alles moeten we dan echt even goed bekijken. Maar net als wat Olga eerder zei, het is belangrijk om eerst goed af te ronden waarmee we bezig zijn. En daarna, verder stappen ondernemen. Dus dat wilde ik dan toch wel even kwijt. Dankjewel, Audrey. Voordat ik ook afsluit, wil ik nog enkele mensen bedanken. We hebben in ons midden enkele, ik zal niet zeggen gezag hebben, maar personen die ik toch speciaal dank wil zeggen. Ik wil dank zeggen aan Johan van Albada. Johan van Albada, hij is dus de Secretary General van de ICA geweest. En hij heeft dus via zijn fonds, studiefonds, ook ouderen in de gelegenheid gesteld om in Nederland een duale module op de UvA en stage te lopen op Groningen. En natuurlijk hebben we professor Charles Jurgens hier van de UvA. Van de Groninger Archieven hebben we ook collega's, Luwe, Johan van, Jona van Keulen. Ik weet niet of Eddie de Jonge ook aanwezig is. Verder onze collega's van het Nationaal Archief Nederland, Johan van Lange en Litwin. En ik richt een speciaal woord speciaal voor hun. Zij zijn nu al bezig met echt van die grootste transcriptieprojecten. We kijken ook naar de ontwikkelingen daar nu in Nederland en elders. En misschien dat er toch een manier is om ons initiatief te koppelen aan hun initiatief. Zowel bij het NAN als bij de UvA, Groninger Archieven. Zodat we gezamenlijk de archieven kunnen ontsluiten voor een breder publiek. Niet alleen voor Suriname, maar voor een internationaal publiek. We hebben collega's op Curaçao, ook uit het Caribisch gebied. De voorzitter van de Caribbean branch of de ICA is ook hier aanwezig. Dus... En ik moet zeggen dat we een primeur hebben. Als lid van KABICA zijn we als eerste land hier in de regio bezig om met Transcribus te werken. Dus dat is ook heel belangrijk. Avril, I'm not sure if you are still around, but thank you for endorsing this, yes, I am. this project. I'm not sure if you want to say something as your closing word. Yeah. Okay. Thank you very much, Rita. And as I said before, thank you for involving us. As much as I don't understand Dutch, I did enjoy the presentation. And I have actually a whole list of questions so that I look forward to maybe we can have the same presentation in English or in any other language for our regional counterparts. So we look forward to that. Thank you so much again for having us. Thank you, Avril. And for sure, we will share our findings, the results of this project with our colleagues in the region. So thank you again for endorsing this event. So thank you well, iedereen, aan de inleiders en ook aan de deelnemers voor het bijwonen van deze webinar. En aan Audrey, gefeliciteerd met het resultaat. Ook de vrijwilligers. Dank u wel. En de groeten. Blijf veilig en blijf voorzichtig en fijn weekend.